Vandaag gaan we een Sinterklaas maken. En die maken we met deze ballonnen. Het zijn er best een hoop. Dus pak ze er vast bij. We beginnen met het leren maken van een cluster 5. Wat ik doe is door het aantal keer opblazen, dus in dit geval 2, kan ik exact dezelfde maat blazen iedere keer. Dus ik doe 1, 2 en hij is vol. En die knoop ik per 2 aan elkaar. Nou is deze hele Sinterklaas opgebouwd uit clusters van 5. Dus ik doe uiteindelijk nog een keer. 1, 2. En nogmaals met een ballonnetje. 1, 2. Die zet ik ook weer aan elkaar vast. Dus nu heb ik eigenlijk 2 duplets gemaakt van elk 2 ballonnen. En tot slot nog eentje. 1, 2. Exact hetzelfde aantal pompjes. Die knoop ik bij 1 van de 2 clusters zo strak mogelijk. Dat is van belang, dat het niet kan wijken. En de andere die draai ik erbij. En op deze manier heb ik een cluster gemaakt van 5 ballonnen. En dat is wat we steeds gaan gebruiken. Als top heb ik een cluster gemaakt van 6 ballonnen. 1 grote, die zie je bovenop. En daaromheen de 5 kleintjes die ik net had. En ik zet in het midden een modelleerballon, een 260 groot. Zet ik vast. Kan ook met een stuk modelleerballon, ik heb hem niet helemaal nodig. Die knoop ik vast in het midden. En een cluster 5 wiebelt altijd een beetje, dus die kan ik pas vastzetten als ik nog een cluster 5 heb. En wat ik hiermee gedaan heb, heb ik 1 slag groter geblazen. En ik heb een linkerloen gebruikt. Dus ze zijn alle 5 even groot en ze zijn in dit geval 3 pompjes. Dus of op de machine, de bovenste 0.2 en de onderste 0.3. Met de modelleerballon ga ik onder het onderste cluster door. Ik heb ze op elkaar gelegd. Eronder door, zodat ze mooi aan elkaar vastzitten. En ik heb nog een cluster gemaakt. Wederom 1 slag groter als het laatste cluster. Dus het cluster wat ik net had met de linkerloen. En hiermee doe ik hetzelfde. Dus ik pak de modelleerballon tussendoor. Ik maak een achtje. En ook deze zet ik aan elkaar vast. En op deze manier hebben we de mijter van Sinterklaas. Nu ga ik verder met een cluster wit. En dit cluster is 1 slag kleiner als het cluster wat ik net had. Dus net had ik 0.4 of 4 pompjes. En deze is weer 1 slag kleiner, dus 0.3 of 3 pompjes. En dan doe ik exact hetzelfde mee met de modelleerballon. 1 keer rond. Een achtje. De andere kant op. Zo strak mogelijk. Ik vloep er een weg. Dat maakt niet uit. Die zetten we zo meteen wel weer vast. Duwen ze een beetje op elkaar. En nu gaan we verder met een cluster. 2 witte en 3 blush 5 inches. En die is weer 0.4. Dan wordt de stapel wordt wat hoog, dus ik doe het andersom. Ik leg het laatste cluster op tafel, de rest die zet ik erop. En daar zet ik alles aan vast. Dus ik duw eigenlijk de hele tros naar beneden. Zet hem vast. De linkerloen zorg ik dat hij boven de 2 witte zit. Want zo meteen de linkerloen, daar komt het kruisje aan van de mijter. En de oogjes komen aan de 2 witte, want de blusjes voor de achterkant. En nu gaan we een ander trucje doen, want we gaan dubbel stuffen. We hebben namelijk nodig een beetje blush-achtige wangen, zo'n blosje. En die maak ik niet met een blush-ballon, want dat is dan weer net te vleeskleurig. Maar dat doe ik met een roze. Die roze doe ik om een ballonstokje, dus gewoon een pink. En dan duw ik in een witte. Dus ik duw hem voorzichtig de witte ballon in. En ik behandel het nu als ware het gewoon een enkele ballon. Dus ik blaas ze op. 1, 2, 3. Doe ik met de andere ook. Dus exact hetzelfde. 1, 2, 3. Ik laat er een heel klein beetje lucht uitlopen. Want dan worden ze net iets mooier rond. Want het is natuurlijk ook een klein beetje gevoel. En je ziet, de knoop is iets lastiger. Want ik moet natuurlijk 4 nozzeltjes vasthouden in plaats van maar 2. En de blus voor de achterkant, die doe ik 3 pompjes. En de volgende doe ik ook weer 3 pompjes. Ook deze laat ik een klein beetje lucht uitlopen. Want een dubbel gestufte ballon, die is natuurlijk veel meer op spanning. Dus die kun je wat minder groot opblazen met hetzelfde aantal pompjes. Dus om dat gelijk te krijgen, zorg ik dat dat een beetje leeg is. En de in het midden blush versie tussen de 2 rozen, die maak ik iets kleiner, want dat wordt namelijk de neus. En ik vind het leuk als er een klein beetje verschil zit in al die maten. En een klein beetje vorm heeft. Dus ik zorg dat de neus aan de voorkant komt te zitten. Dan de 2 roze dubbel gestufte bolletjes.
En daarachter de twee blush. En wat ik nu doe is de twee witte van de ogen. Die zet ik boven de neus. Dus de blush van de neus. En wederom doe ik hetzelfde. Ik maak een figuur 8. Onderdoor, heen en weer. Zodat hij mooi blijft zitten. En je ziet, nou schiet hij weer ietsjes los. Zat hij nog net niet strak genoeg. Kan natuurlijk gebeuren als je zo bezig bent. Om dat op te lossen ga ik één keer een cluster omhoog. En weer naar beneden. En daar maak ik nog een draai om de bolletjes heen. Zodat het allemaal goed strak vast zit. Want dat is natuurlijk van belang. Dat ze goed strak vastzitten. En zometeen kan ik het nog beter fatsoeneren als het helemaal zit. Want er zit er overal stabiliteit in. Maar dat komt zometeen met de rest van de andere ballonnen. De witte ballonnen wel. Doe ze nog wel iets op de goede plek. Dat is natuurlijk wel van belang. Om de baard te maken, dus het hele witte deel, doe ik hetzelfde. Ik pak een nieuwe modelleerballon. Knoop ik vast. Ik vind het makkelijker om hem in twee delen te maken in dit geval, want mijn andere modelleerballon was toch bijna op. Dus dan kan ik beter het baardstuk losmaken. Dus een versie van 4 pompjes of 0.4. En daarop weer eentje die één slag kleiner is. En daarbovenop natuurlijk weer een cluster wat één slag kleiner is. En net als aan de bovenkant met de rode, doe ik hier nu ook aan de bovenkant een witte die iets groter is. Dus 0.4. Want dat wordt het puntje van de baard van Sinterklaas. Wat ik over heb, trek ik helemaal naar boven. Punt 1 om hem zo strak mogelijk te trekken. Dat is natuurlijk van belang, dat hij strak blijft zitten. En punt 2 heb ik dan meteen een connectiepunt om hem vast te zetten aan het deel wat we al gemaakt hebben net. Want we hebben net natuurlijk de hele bovenkant gemaakt. En wat ik doe, ik trek hem strak op elkaar. Wat ik over heb, trek ik een keer tussen de ballonnetjes door. Dus tussen de bolletjes door, maakt niet uit waar. Leg een knoopje. En de rest heb ik eigenlijk niet meer nodig. Kan ik er nog een beetje omheen wikkelen. Zodat hij goed blijft zitten. Ook hierbij weer kan een stukje omhoog. Want ik trek het allemaal zo strak mogelijk naar elkaar toe. Een stukje naar beneden. Als het maar mooi blijft zitten, pak er om een ballon heen en de rest laat ik schieten. Zodat het weg is. Alles een beetje fatsoeneren. Dus recht boven elkaar leggen. Zorgen dat de neus natuurlijk onder de ogen zit. En dan gaan we de oogjes maken. Die maak ik van twee zwarte 5-inch ballonnen. Doe ik een klein beetje lucht in, dus één pompje. Maar zelfs dat is voor de oogjes al te veel. Dus wat ik doe is, ik laat ze ongeveer een derde leeglopen. En die knoop ik losjes aan elkaar vast. Dus om elkaar heen. En ik knoop ze losjes aan elkaar vast. Je ziet, als ik erin knijp, dat het zachte bolletjes zijn. Dat is van belang, want ze moeten namelijk nog tussen het cluster van 5 van de oogjes die ik net gemaakt heb. Zie je hier de oogjes, neusje eronder, wangetje aan de zijkant. En wat ik nou doe, ik ga met de oogjes onder de neus door. Duw het knooppunt naar binnen. Dus naar de kern waar alles bij elkaar komt. En de twee oogjes die zet ik in het midden. Daar waar de twee witte bolletjes zitten, boven de neus. Ook hier weer een beetje fatsoeneren, zodat alles mooi boven elkaar ligt. Trek ze nog iets naar voren, dan krijgen ze net iets mooiere vorm. En nu moeten we natuurlijk nog het kruisje. Het kruisje gaan we maken van een 160 goldenrod. 6 vingers onopgeblazen. De eerste bol die ik maak is ongeveer 4 vingers. En daarna een bolletje van 3 vingers. Gevolgd door nog een bolletje van 3 vingers. En die twee kleine bolletjes draai ik om elkaar heen. Dat herhaal ik. Dus weer een bolletje van 3 vingers. Dubbel vouwen. En wederom een bolletje. Om elkaar heen. En dat doen we nog een keer. Bolletje van 3 vingers. Dubbel vouwen en wederom een bolletje. Het uiteinde wikkel ik er een paar keer omheen. En tot slot maak ik nog een bolletje tot beneden. Dus precies waar de knoop zat. Dan pak ik de knoop en die draai ik een paar keer om de rest heen. En de nozzel, het opblaasringetje, die haal ik een paar keer tussen de loop door.
En de rest halen we eraf. Kan natuurlijk ook met een schaar, maar in dit geval deed ik het even met mijn handen. Leg er een knoopje in, zodat hij zo netjes mogelijk blijft zitten. Het restantje wat ik over heb, duw ik naar binnen. De nozzle knip ik uiteindelijk zometeen toch af. Want die, zie je al, schiet toch weer los. Dat is net te dik om te blijven zitten. Dus dan moeten we hem maar afknippen. En we hebben het kruisje gemaakt. Kruisje op de mijter bevestigen we aan de linkerloen. Je ziet hier het tuutje van de linkerloen. Haal ik door het midden van het kruisje. Daarom maak ik hem ook helemaal van dubbele bolletjes. Zodat hij mooi stabiel is. Pak je eromheen. Ik leg er ook geen knoopje in of zo, want hij blijft vanzelf zitten. Dat is geen enkel probleem. Kruisje met de lange kant naar beneden. Het kleine stukje nog even netjes afknippen. Ja. Het stukje gooien we natuurlijk netjes weg. En rechtop zetten. En we hebben, kijk eens even, onze Sinterklaas. Die we zo leuk neer kunnen hangen. Of ergens neer kunnen zetten. Nou, veel plezier alvast.